Zeker. Hey, beste mensen, nu hebben we toch wel iets vrij unieks. Als echte horecatijger zit ik nu met jullie in het Zeeuws Archief. En het is geen toeval natuurlijk dat we hier zitten, want jullie hebben allebei zo'n shirt aan. De Beer to Middelburg. De Beer to Middelburg. Een nieuw initiatief. Vertel, want je hebt het een jaar geleden had je het er al over, maar inmiddels is het... Na een jaar studie, zullen we maar zeggen, zijn we door Middelburg gaan wandelen. En uiteindelijk kwamen we erachter dat er een enorme biergeschiedenis is in Middelburg. En dat vonden wij leuk om dat te gaan documenteren middels een route in Middelburg. Dat mensen, zowel toeristen als bewoners, gaan beleven wat is nou eigenlijk, wat is de geschiedenis van bier. En daarnaast kom je natuurlijk langs allerlei bezienswaardigheden, oude monumenten, noem het maar op, die we allemaal benoemd hebben. En ja, dat is een hartstikke toffe tour geworden. En om het informatief een beetje af te wisselen met het, hoe kan je dat beste zeggen? Het aangename. Hebben we drie zaken uitgekozen waar de mensen die een biertour halen, die krijgen onder andere een mooi glas, uniek glas van Biertour Middelburg. En die kunnen ze dan gaan vullen in die zaken die in de route opgesteld zitten. En dat is allemaal inclusief. We hebben een deel gemaakt met Tourist Info op de markt in de drukkerij. Bij de drukkerij, ja. Ja, daar worden de tools verkocht. En dus de mensen kunnen daar gewoon naartoe kopen. En wat kost een tour dan? €17. Oké. Okay. En dat is dan inclusief drie bier, een plattegrond en een glas die moet houden. En daar vandaan lopen ze dus de hele stad rond. En ja, dat is... Ja, natuurlijk vinden wij het leuk. Maar... Is dat met een gids of zonder een gids? Nee, zonder gids. Dus je kan individueel, maar je kan ook met groepen. Ook als je geen alcohol drinkt, kan je gratis meelopen. Het is dus iedereen die een tour koopt, die krijgt een glas. En met dat glas en een bonnetje wat in het boekje zit, kunnen ze dus bij de drie zaken. En dat is dan de Timpaan, Desafinado en de Vliegende Hollander. Daar kunnen ze dan een biertje van de tap kiezen naar eigen keuze. En daarbij krijgen ze ook nog 25% korting op een hapje, indien ze dat willen. Oké. En de gebouwen waar het langs gaat, waar je zegt, we hebben wat onderzoek gedaan. Nou, ik heb van Middelburg ook wel eens zitten graven en dat soort dingen. Ja, dat hebben we gezien inderdaad. Daar kwamen we ook regelmatig tegen online. We zitten hier natuurlijk bij het Zeeuws Archief. Een mooi voorbeeld achter de Bogaardstraat. Een belangrijke straat voor Brouwen Middelburg, om het zo maar te noemen. De Drie Tonnekes. De Tinnenpot inderdaad. En je ziet daar nog verschijnselen of overblijfselen van op de panden en op de poorten van het archief. Ja. Nou, dat soort dingen staan erin en daar worden foto's gemaakt en er staat ook foto's in het boekje. Maar daar kan je dus zien inderdaad van wat het is geweest, welke tijd, waarom is het weggegaan en de hele geschiedenis. En daarnaast zit bijvoorbeeld ook de abdij, staat iets over geschreven en leuke dingetjes die de Middelburgers... Het is dus niet per se een tour die alleen interessant is voor mensen die van bier houden. Nee, zeker niet. We hebben ook allerlei leuke weetjes en grappige anekdotes erin gevonden. En het is eigenlijk voor ieder wat wils en het is, wij denken hartstikke leuk en wat ik zeg, Tourist Info is super enthousiast, de gemeente Middelburg is enthousiast. Is er ook bijvoorbeeld een eigen website of kan ik het opnemen in de agenda van Wij zijn de Stad? Biertourmiddelburg.nl. Daar staat alles op. Dus, Dezelfde. En hij loopt nu al? Het is augustus, al begonnen. Augustus begint hij. Okay. Dus dan gaat de tour lopen en hij is in augustus op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En vanaf september op vrijdag, zaterdag, zondag. Sorry. Donderdag, vrijdag, zaterdag. En waarom is dat dan niet de hele week? Omdat niet alle zaken open zijn. Nog. Precies, dus vandaag, okay. We zijn wel bezig met nog een tweede editie, dus een tweede soort tour. Omdat we nu één route hebben gedaan, maar er is te veel om in één route te doen. Dus we gaan een tweede route en we hebben nog iets anders, maar dat komen we later op terug. We geloven gewoon in het... Het is zo mooi hoor. Ik ben zelf geen Zeeuw. En ik woon hier al 20 jaar en ik kom achter dingen die ik gewoon niet wist. En dat is zo zonde. Een rijke historie. Middelburg heeft zoveel te bieden. Dat is ongekend. Helemaal mee eens. Dat zeg ik wel op Middelburg natuurlijk, maar dat is echt serieus. En dat gaat nog een vervolg krijgen. Deel 2, misschien nog wel deel 3 erbij, wie zal het zeggen? Ja, dat is heel goed. Ik ga in ieder geval eens een stukje lopen. Ik ben niet zo'n drinker, dus ik kan best ook zien dat het koopt. Je kan hem ook vullen met cola. Dus, je kan natuurlijk ook een wijnvariant doen. Misschien zijn we er ook wel mee bezig. allemaal van dat soort dingen. In ieder geval bedankt voor de toelichting en succes ermee. Dankjewel. Dankjewel.